Kwik speelde afgelopen zondag de thuiswedstrijd tegen TEC. De tegenstander uit Tiel draait bovenin mee in de derde divisie. Het eerste kansje van de wedstrijd was na enkele minuten spelen voor Alpi Aslan. In de vijfde minuut was de eerste kans voor TEC ook direct raak. Ongeveer een kwartier later kwam de bal na een mooie aanval uiteindelijk voor de voeten van Alpi Aslan. Hij ontspeelde een verdediger van TEC en rond de keurig af. Melvin Degenaar moest al in de eerste helft het veld geblesseerd verlaten. Zijn vervanger Jip Kemna kreeg hier een goede kans, maar wist het net niet te vinden. Na rust kreeg ook TEC een goede kans om op voorsprong te komen, maar keeper Bakker hield zijn ploeg overeind. Het was een wedstrijd zonder veel uitgespeelde kansen en zo bleef de score lange tijd op 1-1. Vijf minuten voor tijd was het dan toch raak. Holden van TEC kopte op doel, Bakker zat er nog met zijn vingertoppen aan, maar de bal ging toch binnen. Kwik startte met een slotoffensief en Alpi Aslan probeerde het maar eens van afstand. Op wat rommelige momenten voor het doel na werd Kwik daarna niet echt meer gevaarlijk. Al met al had er meer in gezeten vanmiddag voor Kwik 20. Volgende week wacht het uitduel met Goes.